Daar staat hij dan, Strandkar Jacob, vernoemd naar Jacob Beentjes. Jacob, dat is geweldig, hè? Ja, dat is zeker geweldig. Dat is een hele eer, ja. Hoe is dit project tot stand gekomen, Jacob? Nou, het project is tot stand gekomen 2,5 jaar geleden op een verjaardag bij een vriend van me. Daar zat Menno ook. En die vroeg aan mij van hoe zou het zijn om een schelpenkar te maken zoals het vroeger was. En eigenlijk liep ik al jaren met het idee om het een keer te gaan doen. Dus nou, dat was eigenlijk meteen het moment van de start. Toen zijn de eerste start is begonnen via Rino Zonneveld. Zijn we dan weer terechtgekomen aan tekeningetjes en foto's en allerlei materiaal. Alle informatie die ik nodig had om hem te kunnen maken eigenlijk. Wie heeft de strandkar gebouwd? Hebben jullie dat zelf gedaan? Hebben de leerlingen gedaan? Nou, ik heb het eigenlijk door leerlingen laten doen. Ik heb er zelf niet zo gek veel aan gedaan. Je hebt ontwerpen aangedragen en de leerlingen hebben dat helemaal gemaakt via de tekening. Ja, ik heb gezegd wat ze moeten doen en hoe ze het moeten doen. En ik heb ze wel geholpen met het uittekenen. En al, maar de leerlingen hebben het zelf allemaal uitgezaagd en uitgeschaafd. Hoe lang heeft het geduurd, Jacob, dit project, om zo'n strand, zo'n schelpenkar te bouwen? Ik heb 1 jaar en 7 maanden heeft dat geduurd. Ja. Waarom loop je dan niet de halve marathon mee? Ga je doen. Houd schep mij in de vlakte. Ja, dan gaan we naar het kijken. Oude schuldenpuzzel. Oh, oké. Okay. Thank you.
van de zee langs de branding. Ik schrijf een zin in het zand. Maar de vloed neemt bezit van mijn woorden. Je naam verdwijnt van het land. De wereld is leeg, er is niets meer dat rest. Droefheid, mijn vriend, is een eenzame fles. Schuimend langs vreemde kusten. Bakken aan zee in de avond, tranenrood smoort aan de kin. Een zeilboot zijn mooie verhalen, varend naar onschuld, sirene en het schim. Ik zie je gezicht in het hart van de maan. Laat het in hemelsnaam nooit ondergaan, nooit meer de zeelen blussen. Ik wil voor altijd hier zijn. Voor altijd verloren, voor altijd tevreden. Ik wil voor altijd hier zijn. Een simpele man, een eerlijke zin. Wij wakker aan zee. Westenwind treurt langs de duinen. Helmgras buigt naar de grond. De storm schudt het zand langs mijn lippen. Ik proef je naam in mijn mond. De nacht is zo mooi, betoverend zwart. De pracht van dit al verovert mijn hart. Laat mij voor altijd rusten. Bakken aan zee in de avond. Tranenrood smoort aan de kin. Een zeilboot zuigt mooie verhalen. Varend naar onschuld, sirene en een schim. Ik zie je gezicht in het hart van de maan. Laat het in hemelsnaam nooit ondergaan. Nooit meer de zee willen blussen. Ik wil voor altijd hier zijn. Voor altijd verloren, voor altijd tevreden. Ik wil voor altijd hier zijn. Een simpele man, een eerlijke zin. Wij bakken aan zee. Een simpele man, een eerlijke ziel, wij bakken aan zee. Jacob, hoe laat ben je begonnen vanmorgen? Nou, we zijn bij dageraad. Ja, dageraad, ja. Dat is een uur of half vijf uur? Vijf uur zo, ja. En is het mooi licht al. En dan paardje is ook wakker. En dan gaan we aan de gang. Zwaar werk? Ja, het is hartstikke zwaar werk, ja. Vooral die schelpen naar je toe trekken uit zee vandaan. En het is ook nog met app, hè, moet je er zijn, hè? Want dan komen de schelpen het strand op, hè? Of met app en bij oostenwind, dan hebben we de meeste schelpen op het strand liggen. Hoop je op een volle kar vandaag? Ik denk niet dat het gaat lukken. Er was wel de hoop, maar de wind is niet helemaal gunstig. Dus dat gaat niet lukken, een volle kar. Het is een schrale vracht. Een kleinzoon van een schelpenvisser. En ook mede-initiatiefnemer van het bouwen van de schelpenkar. Jacob Rino Sonneveld. Trots? Ja, zeer trots. Ja, ik heb af en toe even wat in mijn ogen gewreven. Omdat het aanvankelijke idee was dat ik samen met mijn broer... Ruud, die 5 jaar geleden is overleden en van plan was om een schelpenkar te gaan maken. En toen ik Menno tegenkwam op het strand en zei van, ik heb dat idee. Is het wat voor je strandvondstenmuseum? Nou, Menno zegt, helemaal top, we gaan een timmerman zoeken. Timmerman is Jacob Beentjes geworden en die heeft een fantastische schelpenkar neergezet. Echt, uit oude tijd, een pracht. Hadden jullie nog bouwtekeningen van zo'n oude schelpenkar? Nou, er zijn bouwtekeningen gevonden, ja, van een oude schelpenkar. En dat komt ook voor een deel bij de modelbouw vandaan. En er zijn ook heel veel voorbeelden in miniatuur al gemaakt daarvan. En er zijn natuurlijk voldoende schilderijen waar we het op konden zien. En afbeeldingen, oude foto's van vroeger. Ja, dus voorbeelden genoeg. Ja. En deze kar is wel een typische Bakkumse schelpenkar, omdat die rechte lamoenen heeft. Rechte lamoenen, wat betekent dat? Oh, dat zijn ja, de stokken.
Ja, waar dit paard tussen loopt. Ja. Jij was kleinzoon van een schelpenvisser. Heb je nog iets meegekregen in je jeugd van die barre en boze tijd? Want het was hard werken, begreep ik. Ja. En weinig verdienen. Het was heel hard werken. Het was echt 's morgens vroeg naar het strand gaan. En de schelpenvissers gingen dan afhankelijk waar de schelpen waren. En dan gingen ze door de duin of over de Gullenweg, over de strandweg van nu. Of ze gingen langs de Noorderstraatweg. En dat noemden ze dan, we gaan om de Noord of we gaan om de Zuid. En dan wisten ze van elkaar wel hoe dat ging. En die schelpen werden zeg maar hier uit de Noordzee geplukt van het strand af en dan ging het naar de schulpzet. Nou, niet helemaal. Om een route te maken, elke keer met een kar vol naar het schulpzet, dat zou veel te veel tijd kosten. Dus op het moment dat er schelpen zijn aan het strand, dan werd er bijvoorbeeld bij het commissarishuis, dat is beneden aan op de hoogte van het kampeerterrein, werd een grote voorraad schelpen neergelegd. Om zoveel mogelijk schelpen eerst daar naartoe te brengen en dan naar de kalkovens in Akersloot. En later in de 20e eeuw nog naar de kalkovens in Castricum. En die zijn toen in 1943 afgebroken op last van de Duitsers. We praten over zo rond 1820. Wat werd toen de tijd met die kalk gedaan? De schelpenvisserij dateert al uit de middeleeuwen, late middeleeuwen zeker. Daar zijn ook aantekeningen van gevonden over wie het recht had op schelpenvissen. Maar daar werd kalk van gebrand. Daar werd in ovens werd dat een stuk gebrand, fijn gebrand. En dat was dan ongebluste kalk, zeg maar. En dat was nog kankerverwekkend ook, maar dat waren meer beroepen vroeger. Ik denk dat jullie met jullie groep heel erg trots mogen zijn op dit fantastische stukje maatwerk. En ik denk, jullie hebben gevoel voor historie. Zeker weten, ja. Nou, en het is toch prachtig als dat terugkomt en weer behouden blijft op deze manier. Het is echt fantastisch. Ja, onze oogst! Ja, dankzij de storm die we gehad hebben en de verkeerde wind hebben we toch nog een kwart pintje kunnen vangen. Kijk eens even! En dan voor onze kalk over. Ja. Jacob, we zijn hier voor niks geweest. Ja, het is meer dan een uniek moment wat mij betreft. Ja, dit is op en top Castricum vanuit historisch oogpunt gezien. En ik vind het geweldig wat de mensen hebben gepresteerd. En wat ze hebben teruggebracht vanuit de oudheid, de echte oudheid van Castricum. Dit is zonder meer ook een aanwinst voor de toeristenindustrie. Want we hebben natuurlijk een prachtig strandvondstenmuseum, waar deze strandkar ook komt te staan. Blijft dat museum? Weet u dat? Ja, als dat mijn ligt, dan blijft dat museum. Is ook een uniek museum. Heeft zijn plek inmiddels veroverd in Castricum en wijde omgeving, denk ik. Dus als dat mijn ligt, dan moeten we er alles aan doen om dat strandvondstenmuseum te behouden. Op het strand, langs de waterlijn, wacht de schulper met zijn knol geduldig op de juiste wind en goede onderstroom. Rond dooptij schraapt hij zijn beugelnet achterwaarts, schelpen worden uitgespoeld en manshoog op de kar gegooid. Manshoog, ik kan het ook niet op. De schelpenkar is uniek. Er werd geen enkel huis gebouwd zonder dat er schelp werd aangeschaft. Zelfs een mobieltje verliest haar bereikbaarheid daar waar de schelp nog in oneindigheid ruist. Met de schelpenkar Jacob, genoemd naar Jacob Beentjes, herleeft het verleden om nooit te vergeten. Dank u. Erik gaat ook aan sponsoren die de DVD nog niet hebben, deze DVD uitreiken. Het is een prachtige compilatie van de bouw, van het prachtige project. We zeggen, ga je gang. Dankjewel. Mooi, zo even voor jullie de foto's maken, maar ik zou je een mooie foto aan. Ja. Kijk naar het vogeltje, Erik. Hey, Monica. Dames en heren, goedemiddag. Ook namens mij, nou, allereerst hartelijk dank voor deze mooie geschenken. Maar wat ik eigenlijk belangrijker vind, en dan begin ik maar even met de schelpenkar, dat is toch wel het feit dat er een stukje historie opnieuw tot leven is gebracht. En wat ik daarin ontzettend mooi vind, is dat velen
Velen van degenen die hier ook aanwezig zijn vanmiddag, dat geheel op vrijwillige basis hebben gedaan. Die hebben met elkaar het initiatief genomen om dit mooie project te starten, de kar te bouwen. En daarmee laten we toch weer zien dat een stukje van onze geschiedenis, namelijk datgene wat alles te maken heeft met schelpen, dat die geschiedenis weer voor een stukje herleeft. Want voor heel veel mensen is natuurlijk, ja, kalk, dat hou je bij de gamma en dat hou je, weet je, met de hele balen tegelijk. Maar hoe dat nou allemaal tot stand gekomen is, dat kunnen we nu op een hele mooie manier laten zien. En dat vind ik belangrijk, dat is ook belangrijk voor de mensen die daar totaal geen weet van hebben. Maar het zegt ook iets over de geschiedenis van onze gemeente. En dat maakt het wat mij betreft mooi. Een prachtig initiatief. En nou, ik verwacht dat daar nog wel veel meer mee zal gaan gebeuren. Ik zie je gezicht in het hart van de maan. Laat het in hemelsnaam nooit ondergaan. Nooit meer de zee willen blussen. Ik wil voor altijd hier zijn. Voor altijd verloren, voor altijd tevreden. Ik wil voor altijd hier zijn. Een simpele man, een eerlijke ziel. Bij Menno Twisk, wat een dag voor het Strandvondstenmuseum. Je bent een schelpenkarrijker, genaamd Jacob. Ja, prachtig, hè? En een mooie proefrit. En een mooie proefrit. Hij is echt gedopen in de Noordzee, hè? Ja, ja, hij heeft echt door het water gereden. Maar ja, daar heeft hij die hoge wiel ook voor, hè? Dat is voor bestemd. Ja. Het is wel een beetje schrik, hoor. Want we moeten weer opnieuw de lijnolie zetten nu. Maar het is de moeite waard om het één keer te doen. Jawel, voor de film, voor CTV is dat toch een kleine moeite, denk ik. Heel veel publieke belangstelling vanmiddag. Doet je goed, denk ik. Ja, zeker. Ja. En ja, ook van allerlei allooien, de mensen. De modelbouwers die op de karretjes afkomen. Andere belangstellenden en de politiek. Heel blij mee. Ja, want er is door de gemeente een gedoogvergunning afgegeven op dit moment. Hoe staat het ervoor, Menno? Ja, nou, we hopen op een goede wending richting agrarische bestemming. Daar zijn we naar teruggekeerd. En met die mogelijkheid kunnen we misschien, omdat we ook een pluktuin hierachter exporteren en nog steeds een bloembollenbedrijf zijn, zouden we het museum een nevenfunctie kunnen maken. En dan is het misschien mogelijk om met die noodzaak van de agrarische functie er te kunnen wonen als dienstwoning. Dat zou een hele mooie oplossing zijn, want ik denk dat je het met mij eens bent. Castricum heeft zo'n strandvondstenmuseum gewoon nodig, want het hoort gewoon bij Castricum en Wakker. Ja, we moeten het behouden. Je ziet aan alle kanten dat er van alles op afkomt. We hebben ontzettend veel leuke educatieve projecten. Dat was tot nog toe alleen voor basisscholieren en buitenschoolse opvang kwam. Maar sinds kort zijn we nu ook bezig met middelbare scholen en het hoger onderwijs. En daar hebben we ook prachtige presentaties voor. Jacques Petijs is geweest met meer dan 100 leerlingen. Project Coachwords heette dat. En dat is hartstikke leuk om te doen. Ja. Mag ik je heel veel succes wensen met dit Strandvondstenmuseum. En als ik het zo bekijk vandaag, dan gaat het helemaal lukken. Ik denk het ook. Dankjewel. Bedankt voor het kijken. Tot een volgende keer. Westenwind treurt langs de duinen, helmgras buigt naar de voet. De storm schudt het zand langs mijn lippen, ik proef je naam in mijn mond. De nacht is zo mooi, betoverend zwart, de pracht van dit al betovert mijn hart. Laat mij voor altijd rusten. Pak hem aan zee in de avond, tranenrook hoort aan de kin. Een zeilboot zeil mooie verhalen, varend naar onschuld, sirene en een schip. Ik zie je gezicht in het hart van de maan, laat het in hemelsnaam nooit ondergaan. Nooit meer de zee willen blussen. Ik wil voor altijd hier zijn, voor altijd verloren, voor altijd tevreden. Ik wil voor altijd hier zijn. Een simpele man, een eerlijke ziel, bij bakken aan zee. Een simpele man, een eerlijke ziel, bij bakken aan zee.